De VHP, de ABOP, de NPS en de PL gaan de nieuwe coalitie vormen. De voorzitters van de partijen hebben daartoe vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het Lalaroek-gebouw. VHP-voorzitter Chan Santokki gaf aan dat er al overeenstemming is bereikt met betrekking tot het verdelen van de key functies. Maar daarvoor bracht hij dank uit aan de Surinaamse bevolking voor het mandaat dat ze deze partijen hebben gegeven. En we danken het volk voor de keuze die het volk heeft gemaakt op 25 mei. En dat is namelijk niks anders dat men de oppositionele partijen, en zeker de vier politieke partijen die hier zitten, mandaat gegeven hebben om hun belangen te gaan behartigen na 25 mei. En dat wij het mandaat van het volk gekregen hebben om een coalitie te gaan vormen. En dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot het verdelen van de keyfuncties tussen de VHP en de ABOP. En dat is namelijk dat de functie van de president gaat naar de VHP, de functie van de vicepresident gaat naar de ABOP, de functie van de voorzitter van de DNA gaat naar de ABOP en de functie van de vicevoorzitter van de DNA gaat naar de VHP. De afspraken die gemaakt zijn en waarover er overeenstemming is bereikt, is namelijk dat de VHP het beheer krijgt over de ministeries van Financiën en Planning, dus één ministerie. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en Buitenlandse Handel is één ministerie. Ministerie van Defensie, Ministerie van LVV, Ministerie van Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Handel en Industrie, Ministerie van Arbeid, Ministerie van Openbare Werken, Ministerie van Sport en Jeugdzaken. En we krijgen een onderministerie bij Onderwijs en Technologische Ontwikkeling en een onderministerie bij het Ministerie van Justitie en Politie. De ABOP krijgt het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie en Toerisme, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Justitie en Politie. De partij Al Hoer krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. En NPS krijgt het ministerie van Onderwijs en Technologische Ontwikkeling. En er is een nieuw ministerie opgezet vanwege de grote uitdaging die we als land hebben. Namelijk om een goed beleid te voeren met betrekking tot de grote oliefondsen die in feite onze economie gaan beheersen. De toekomst van het land in feite gaan bepalen de komende jaren. En daarvoor hebben we daar in het leven geroepen het ministerie van Olie en Gas. Dat gaat naar de NPS. Daarna vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst. De voorzitters Chan Santokki, Ronnie Brunswijk, Gregory Rusland en Paulse Moharjo beklonken daarmee de samenwerking voor de komende 5 jaren. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk deed een beroep op de samenleving om de keus van VHP-voorzitter Santokki als nieuwe president te respecteren. De electoraat heeft gezegd, we willen een nieuwe wind in Suriname. En met uw lijf, mensen zeggen van ja, Santokki voor voorzitter, voor president. Dit en dat. Maar als je kijkt naar de resultaten, dan heeft het Surinaamse volk beslist. Laten wij als Surinamer dit respecteren en laten we niet gaan doen als wij bijvoorbeeld voor Hindustanen, we hebben Javanen. We zijn Surinamers. En als de electoraat zegt dat de VHP de kans krijgt voor de presidentschap, dan moeten wij als Surinamer dit ondersteunen. Mijn mensen, Surinamer, laten we vertrouwen stellen, laten we het vertrouwen geven aan die man die rechts van mij hier zit, het volk heeft verkozen en de elkaar heeft verkozen. Laten wij als Surinamer nu tonen dat Uneluku, dat naar Hindustani, Uneluku dat naar Juka, Wina Sanamang, Uneluku dat naar Japanese. En wij, geloof mij, wij gaan het samen doen. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.
De VGP, de ABOP, de NPS en de PL hebben vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend als nieuwe coalitie. De ceremonie vond plaats in het Lalaroek-gebouw.